dit moment ingericht met een 200 volken. Het is de bedoeling dat het in enkele jaren tussen de 500 en de 1000 volken zullen zijn. Dat houdt in dus 500 van deze kasten. Elke kast zit een koningin met een volk. En ik hoop, gezien ook het belang van de bijen, dat we op deze manier een levensvatbare imkerij op kunnen zetten, waar ik ook mijn brood mee kan verdienen. Want bijen hebben de toekomst. Er is geen enkele bestuiver die tegen de efficiëntie en de capaciteit van bijen op kan. Zo'n bijenvolk bevat tussen de 30.000 en de 60.000 insecten die enorm aantallen bloemen kunnen bezoeken in slechts enkele uren tijd. Als we dat met de hand zouden moeten doen, zou het geen doen zijn. Dan zouden alle groentes drie keer zo duur worden. En om het allemaal een beetje beheersbaar te krijgen, werken wij dus met bijen die niet zo erg zwermen. En die heel zachtaardig zijn. Zeker ook in, omdat er tegenwoordig veel in stadse omgeving geïmkerd wordt. Direct met mensen in aanraking, dan kun je niet hele wilde bijen gebruiken. Kijk, dit is toch mooi, hè? Hier zie je alles bij elkaar. Ja, kijk, hier zit hij nog in de knop. Ja. Als hij dan iets verder is, dan wordt het, kijk, hier je wieltje van een bloem. Hier zie je goed de helmdraden zitten met het stuifmeel en de stampetjes. Ja. Kijk, op zo'n bloem kan zo'n bij tekeer gaan. Ja. Kan hij lekker gaan bestuiven. Als je 200 volken keer 30.000, 40.000 insecten doet, dan kom je wel aan flinke aantallen. Dus wij hebben ook tijdelijk even heel wat werknemers erbij. Jullie hebben veel werknemers op dit moment, ja. Dus... Dat is mooi, we zijn een maatschappelijke onderneming, dus dat komt dat goed uit. Ja, en het zijn mooie, goed, per stuk zijn ze niet duur, nee, per werknemer. Nee. Maar het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar hoe jij het ook brengt en dat je dit doet, is zo mooi. Dingen die we zo normaal vinden eigenlijk, hè? Hey. Oh, kom maar, ik zal hem eventjes... We moeten zo even niet in de vliegroute gaan staan. Ja. Kom maar, de angel zit er nog in. Ja. Nu ruiken ze het gif. Kom, ik moet even wegwezen. Oh, als je gestoken bent, dan ruiken ze dat gif en dan gaan de anderen weer naartoe. Oh, oké. Ja.